Nou, hyperpigmentatie is een, voor heel veel vrouwen een vrij urgent probleem. Meestal kan het ontstaan bijvoorbeeld na de zwangerschap of bijvoorbeeld na langdurige zonnebaden. Dus vrouwen, alsjeblieft niet te lang in de zon, want je krijgt op je 35e kunnen al die pigmentvlekjes gaan ontstaan. Nou, het eerste middel is wat de meeste vrouwen doen, is gewoon camouflage. Dat werkt ook heel goed, maar als je daar wat langdurig af wil hebben of omdat je geen genoeg hebt van camouflage, kun je daar een aantal middelen voor gebruiken. En dat zijn met name een tretinoïne hydrogenoncrème. Dat is eigenlijk de eerste keuze die ik altijd doe en dat gaat eigenlijk altijd vrij goed. En daarna kun je bijvoorbeeld dat versterken met peelings of met laserbehandelingen of bijvoorbeeld ook de plexer. De laserbehandelingen doen wij zelf niet en dus daarvoor zouden mensen doorverwezen moeten worden. Wat mensen kunnen verwachten na deze behandeling is dat de huid echt duidelijk wel verminderd zal worden. Ik vind zelf dat met tretinoïne en hydrogenoncrème dat het echt wel heel goed is. Dat kan je niet altijd langdurig jaren volhouden. Dus dat is wel iets waar mensen wel rekening mee moeten houden. Dus dat je wel na een tijdje moet stoppen, maar het gaat er wel echt heel goed mee weg. Als je met peelings werkt, kan je dat ook heel duidelijk verbeteren. Dus het is altijd lastig om te zeggen, gaat het helemaal weg? Dat kan ik niet helemaal garanderen, maar wel echt een hele duidelijke verbetering waar de meeste mensen ook erg tevreden mee zijn.